De regionale samenwerking heeft nieuwe impulsen nodig. Want tot nu toe gaat het te moeizaam en te stroperig. Nieuwe bestuurders als Anne van Veldhuis met een frisse blik zouden voor zo'n nieuwe impuls kunnen zorgen zonder onze eigen verantwoordelijkheid als zittende bestuurders in Twente te ontkennen. De noodzaak tot samenwerking wordt beleden met de mond, maar komt onvoldoende tot uiting in daden. En terwijl dat zo hard nodig is. Want dames en heren, laten we eerlijk zijn, afzonderlijk stellen de 14 Twentse gemeenten weinig voor. Maar als krachtige regio Twente, goed voor 625.000 inwoners en 40.000 bedrijven, zijn we wel degelijk van grote betekenis. Zeker op economisch gebied, op kennisgebied en ook richting Den Haag, de nationale politiek. Dames en heren, ook al gedragen we ons vaak als individualisten, uiteindelijk willen we bij elkaar zijn. Want we zijn allemaal mensen. Of je nu vluchteling bent of burgemeester. We hebben elkaar nodig. En Herman Vinkers zou daaraan toevoegen, in al onze kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid. Het is niet meer dan menselijk om solidair te zijn met anderen. Internationaal, regionaal en lokaal. Een succesvolle, maar vooral zorgzame samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dames en heren, jongens en meisjes, het is goed om hier samen te zijn. Het is goed om op de overgang naar het nieuwe jaar elkaars hoop te delen en met elkaar te proosten. Ik wens u allen en ons Almelo vooral een heel goed en gelukkig 2016. Dank u wel. Dat waren de jaren, mijn politieke carrière in de gemeente, dus de jaren van de omslag ook van monisme naar dualisme. Dus ook die veranderde bestuurscultuur heb ik toen meegemaakt. Alle dingen gaan langzaam maken. Almelo trekt mij aan, omdat ik me natuurlijk ingelezen heb en de plaats vertoont qua vraagstukken die er spelen heel veel overeenkomst met de plaats waar ik vandaan kom, Assen. Waar ik eigenlijk aan soortgelijke vraagstukken mocht werken. En dan gaat het over werkgelegenheid, dan gaat het over economie, dan gaat het over een binnenstad. We hebben hier net een raadsdebat over gehad. Dan gaat het over duurzaamheid. Het gaat allemaal over die intensieve vraagstukken die ons allemaal bezighouden en waar allemaal antwoorden op moeten worden gevonden. En besturen is bijdragen aan de discussie en meehelpen te doordenken van hoe je van goed naar beter kunt komen. Mij is gevraagd om een aantal portefeuilles die nu vakant zijn, waarschijnlijk wordt dat financiën, economische zaken, om die in beheer te gaan nemen. En daar in collegialiteit met mijn collega's in het college vorm en inhoud aan te geven. Het is wat aanmatigend om nu te roepen van nou, dit ga ik allemaal veranderen in Almelo. Dat zou veronderstellen dat hier de zaken niet op orde zijn. Mij kun je afrekenen op inzet, op de ambitie om bijvoorbeeld op de portefeuille financiën duidelijkheid te verschaffen. En ook een weg samen te bewandelen om die financiën weer op orde te brengen. Als het gaat om economische zaken, de contacten met het bedrijfsleven te intensiveren. Om te zorgen dat we gemeenschappelijk een agenda hebben om verder te komen. Als het gaat om bestuurlijke verhoudingen, openheid te betrachten, nieuwe werkvormen te introduceren. Nou, ik kom vooral als bestuurder natuurlijk. De stempel, als het gaat om het profiel, dan moet je vooral bij de raadsfractie zijn. Mij als bestuurder kun je erop aanspreken dat ik een eerlijk en integer mens ben die inderdaad vanuit dieper liggende normen en waarden gevoed bezig ben met de vraagstukken die hier spelen. En dat niet alleen voor mezelf doe, maar vooral ten goede van Almelo. En ik hoop dat mensen dat aan me gaan zien, dat ik daardoor gedreven word.
wordt de nieuwe directeur van de omroeppromotie. Heb je daar zin in? Ik heb er enorm veel zin in. Ja, overmorgen begin ik pas, hè? Ja, maar ik kan niet wachten. Wat verwacht je hier van deze baan? Nou, ik doe het eigenlijk al, volgens mij. Ik promoot Almelo al een paar jaar. Ik ben hier getogen, niet geboren, maar wel getogen. Ik woon hier al heel lang en Almelo zit in mijn hart. En alle leuke dingen die ik de afgelopen jaren heb mogen doen, dat was al één stuk Almelo-promotie. En als we dat met z'n allen blijven doen, dan maken we er dit jaar nog een mooiere stad van. Als ik je zie, dan denk ik onmiddellijk aan van Katoen en nu. Ja, dat hebben meer mensen. Maar dat is wel een voorbeeld waarbij we met heel veel Almeloers iets heel moois hebben neergezet. Waar we ook nog steeds met z'n allen heel trots op kunnen zijn. En dat is ook wat ik wil gaan doen. Met z'n allen moeten we ambassadeurs zijn van deze stad. Kom met leuke ideeën en we helpen jullie erbij. Maar met elkaar maak je een stad. En met elkaar ben je ook de ambassadeur van die stad. Het wordt in de toekomst allemaal minder, maar we gaan meer doen met elkaar. Daar ben ik van overtuigd, als we elkaar maar opzoeken. Dus samen kun je meer doen? Ja, samen bereik je meer. We moeten elkaar opzoeken. Er zijn zoveel mooie organisaties in deze stad. Er zijn organisaties die het moeilijk hebben, kleinere evenementen. Zoek elkaar op en vermeng dingen samen, ga samen werken. En dat brengt alleen maar mooiere dingen tot stand. Nou, wij hebben dit jaar een dag extra, dus we dachten van het is een grikkeljaar, wij moeten ook een tandje bijzetten. Wij gaan dit jaar in ieder geval weer driftig bouwen. En ik heb net toen ik hierheen reed even een ronde door de riet gedaan. En daar zag ik de bouwborden hangen dat wij het Riethuis gaan bouwen. Het Riethuis, dat wordt de nieuwe naam. In de oude Rietmavo gaan minimaal 32 appartementen komen. En we doen ons best om er nog 34 van te maken. En dat worden nette appartementen. En die gaan we in het vierde kwartaal van dit jaar in de verhuur brengen. Dus volgend jaar kerst kunnen die mensen daar allemaal in een nieuw appartement wonen. En daarnaast willen we heel graag in de stad aan de slag met de binnenstad. De oude V&D-locatie aan het Waagplein. De renovatie van de Kloosterhof-flat. Er is lang over gepraat en ik ga ervan uit dat we dit jaar daadwerkelijk aan de slag gaan. Dinsdag neemt de raad een besluit. Wij zijn er als corporatie klaar voor om daadwerkelijk aan de slag te gaan. En ook in 2016 te verbouwen en in 2017 op te leveren. We willen graag de binnenstad van Almelo aantrekkelijk maken. Wij zijn daar voor de sociale woningbouw. Dat is het deel wat wij gaan doen. En dat doen we voor ouderen, jongeren. Dat doen we ook voor jonge gezinnen. We willen dat iedereen in de binnenstad kan wonen. En we denken dat Almelo prima een mooie binnenstad kan krijgen met nieuwe winkels. Met ook wonen daarbij. En dat er weer prima wonen in de binnenstad van Almelo wordt. En dan blijven wij daarnaast de andere wijken van Almelo ook doen. En hoe geven jullie dat handen en voeten? Wij gaan driftig aan de slag om met de wijkbewoners, de huidige bewoners en belangstellenden die er in de toekomst willen gaan wonen, samen hun woondromen te concretiseren en handen en voeten te gaan geven in bouwplannen. En dan met de aannemer aan de slag om dat snel en adequaat te realiseren. Wij doen wat dat betreft graag weer mee bij de activiteiten in de stad. En dat kan zijn met de Rembrandt-schildertjes, de Rembrandt-fiesta, het verlevendigen van de wijken en de buurten in de stad. Waar mogelijk leveren we graag onze bijdrage. We zijn van Almelo en blijven er voor Almelo. Dank u wel. Maak er een mooi jaar van. Moet ik nou niet doen? Dat zal doen. Ja, dus zeg, vind je dat er niks betaald? Nee, dat zal naar de micro. Klopt. Het is al een kleine 50 jaar dat we hier met kabiet schieten. Dus als klein jochie ben ik er ook al mee begonnen in het verleden. Samen met een groep buurjongens deden we dat. En dat wordt nu langzaam maar zeker door andere generaties wordt dat overgenomen. De jeugd van tussen de 20 en de 25 jaar die organiseert dit allemaal nu. Dus daar hebben wij als ouderen hebben daar heel weinig mee te doen. Tenten komen er te staan, drank wordt verzorgd. Allemaal op basis van vrije gift. De buurvrouwen die zijn ook druk bezig. Die zorgen dat iedereen een hapje en een drankje krijgt. Nou, dat betekent dat het lekker gezellig is met elkaar. Een grote groep mensen is er gekomen. Dus prima. Vorig jaar hadden we wat klachten uit de buurt. Het was al een paar jaar. We zijn er gelukkig met elkaar en met de gemeente uitgekomen. Dus we hebben een iets andere locatie, een paar honderd meter verder weg. En we hopen nu dat het allemaal probleemloos verder gaat. Dus er was ook goed overleg met de gemeente mogelijk.
Met andere woorden, ik hoop dat we er nu met elkaar goed uitgekomen zijn. Ik mis trouwens wel die drum die zo'n 50 meter de lucht in ging. De gemeente vond dat eigenlijk te gevaarlijk. Omdat zo'n drum ook wel eens een keer iets uit positie kan raken. En we hebben er altijd wel goed op gelet dat het redelijk goed ging. Maar goed, we zijn ermee ingestemd om zonder drum verder te gaan. Hoe lang gaat het duren, het feestgedruis? Nou, meestal is het zo langzamerhand, als het donker wordt, dan wordt het langzaam weer minder. Dus dat zal denk ik nog een uur, anderhalf uur doorgaan. En dan gaat menigeen weer huiswaarts, hoewel er ook nog een hoeveelheid mensen in de tent door blijven gaan. Maar dan is het, geknald. Ja. Wel afgelopen. Oké. Okay. De centen, hoe komen jullie daaraan? Ja, nou, we leggen gewoon elk jaar voor onszelf leggen we gewoon geld in. En dan buiten dat hebben we gewoon een vrije gift hier. Ja, dus in principe is het gewoon de bedoeling dat wij de kosten dekken hier. En we hoeven er echt niet rekening aan te worden. Maar goed, we moeten ook geen geld aan verliezen. En daaraan hebben we ook een extra puntje meer verricht voor de veiligheid. Zorgen dat het allemaal goed voor elkaar is. Een stukje EHBO. We hebben de brandblussers aanwezig hier. Dus gewoon extra energie in de veiligheid gestopt. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb ook hele jonge Almeloers gezien. En dat is fantastisch dat die er ook bij zijn. Soms met hele koude handjes, maar die worden vast opgewarmd als ze hier binnen zijn. Fijn om u allemaal te zien. Wat geweldig dat u hier ook met zoveel mensen naartoe bent gekomen om samen stil te staan bij de jaarwisseling. De nieuwjaarsreceptie is een goede traditie waarbij we gezamenlijk het glas heffen op het nieuwe jaar. Maar tradities mogen ook wel eens vernieuwd worden, vinden we. Vandaar dit nieuwjaarsfestival met een nieuw en een gevarieerd programma op een nieuwe plek, namelijk ons schitterende nieuwe stadhuis, ons huis van de stad. En dit festival is gebaseerd op het open huis, de open huisdagen zoals we die een paar maanden geleden hadden bij de opening van dit stadhuis, dus met inbreng van lokale Almeloze muziekgroepen. Een belangrijk onderdeel van die goede oude traditie blijft natuurlijk wel bestaan. En dat is dat we vooruitkijken naar het nieuwe jaar en terugblikken op het afgelopen jaar. En ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik zelf heb met grote bezorgdheid gekeken naar het wereldnieuws in het afgelopen jaar. De oorlog en de terreur in de wereld, ver weg of dichtbij. De aanslagen in Parijs, de radicalisering, de grote stroom mensen die op zoek is naar een veilige plek om te leven. Maar gelukkig is de jaarwisseling ook het moment waarop we op de springplank staan van het nieuwe jaar en vooruitkijken. Een moment waarop er optimisme heerst, vertrouwen, hoop op een betere toekomst. Zo zitten wij mensen nou eenmaal in elkaar, dat we dat doen. Echter, de manier waarop we omgaan met de huidige wereldproblemen wordt een test voor de veerkracht van onze samenleving. Want hoe gaan we in Nederland om met de vele vluchtelingen? Hoe kunnen wij medemensen die op zoek zijn naar vrijheid en veiligheid die hulp bieden waarnaar ze al zo lang op zoek zijn? Veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Een thuis en een betekenisvolle toekomst voor hun kinderen. Hoe bieden wij hen de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn, hun eigen keuzes te mogen maken, geloof te belijden, hun levens te leiden in vrede? Dat zijn de vragen waarop we als samenleving een antwoord moeten vinden. Waarbij we zorgvuldig de grenzen moeten aftasten van wat de samenleving aan kan. En waarbij we in alle redelijkheid rekening moeten houden met de mening van die Nederlanders die zich zorgen maken over de grote toestroom van vluchtelingen uit verre landen met andere gewoontes, met andere opvattingen en levenswijzen. Maar ons antwoord, dames en heren, zullen we moeten vinden op basis van artikel 1 van onze grondwet, die hierboven aan de wand leesbaar is. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.
Als we een blik werpen op het wereldnieuws, als we de beelden zien van terreur en geweld, besef je pas hoe groot het voorrecht is dat wij en onze kinderen hier in ons land en in ons Almelo wel kansen hebben op een betekenisvolle toekomst. Dat we hier in vrijheid kunnen leven zonder oorlog en terreur. Dat wij onze conflicten hier beslechten met woorden en niet met geweld. Dat is een verworvenheid waarvan we iedere dag weer moeten beseffen hoe kostbaar die is. Laten we daarom zorgvuldig omgaan met die verworvenheid. Ook nationaal, ook regionaal, ook lokaal. Laten we ons politieke systeem, dat we in honderden jaren hebben opgebouwd, dames en heren, gebruiken om te komen tot constructieve oplossingen. Tot maatregelen en beleid die leiden tot concrete resultaten waar alle inwoners baat bij hebben. Laten we ermee stoppen om ons moeizaam opgebouwde politieke systeem te misbruiken voor oeverloze discussies, eindeloze praatsessies, gehakketak en het creëren van die ondoordringbare regelbrei waar wij in ons bestuurdersland zo'n handje van hebben. Mijn nieuwe collega Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en tevens kersverse tukker in hart en nieren, sprak eind vorig jaar in Twentse Courant Tubantia al kritische woorden over de Twentse samenwerking. Twente is een regio waar veel spelers in het veld staan, zei hij. Maar de opstelling is vaak chaotisch en niet iedereen speelt de bal dezelfde kant op. En ongetwijfeld haalde hij die associatie uit de resultaten van het huidige FC Twente. Maar dames en heren, Heracles laat zien dat het ook anders kan. Maar in de grond deel ik zijn analyse. De regionale samenwerking heeft nieuwe impulsen nodig. Want tot nu toe gaat het te moeizaam en te stroperig. Nieuwe bestuurders als Onno van Veldhuizen met een frisse blik zouden voor zo'n nieuwe impuls kunnen zorgen zonder onze eigen verantwoordelijkheid als zittende bestuurders in Twente te ontkennen. We hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen genomen, maar gemeenten blijven vaak in de competitieve stand. De noodzaak tot samenwerking wordt beleden met de mond, maar komt onvoldoende tot uiting in daden. En terwijl dat zo hard nodig is. Want dames en heren, laten we eerlijk zijn, afzonderlijk stellen de 14 Twentse gemeenten weinig voor. Maar als krachtige regio Twente, goed voor 625.000 inwoners en 40.000 bedrijven, zijn we wel degelijk van grote betekenis. Zeker op economisch gebied, op kennisgebied en ook richting Den Haag, de nationale politiek. Ik weet het, mij wordt vaak verweten dat ik voortdurend praat over bestuurlijke opschaling in Twente. Maar één ding kan ik u zeggen, ik blijf dat doen totdat we het moment hebben bereikt dat we de handen ineens slaan, dat we werken aan één agenda en dat we ons gedragen alsof we één gemeente zijn. Want dat is hard nodig. Dames en heren, ook in de plaatselijke politiek pleit ik voor betere samenwerking. Het belang van Almelo, ons Almelo, zou politieke verschillen moeten overstijgen. En natuurlijk besef ik heel goed dat al die politieke verschillen voortkomen uit de sterke betrokkenheid die onze gemeenteraad voelt bij onze gemeente, bij onze gemeenschap. En elk raadslid voelt de sterke wil en de verantwoordelijkheid om de problemen waarmee we als stad hebben te kampen te boven te komen. Ik ben daarvan overtuigd. Maar die sterke betrokkenheid hoeft niet te leiden tot verdeeldheid. Het kan juist een verbindende emotie zijn, hoe prachtig. Een succesvolle gemeente worden is een keuze van ons allemaal. U, van de organisaties, van de ondernemers, van ons als gemeentelijke organisatie, van mij als burgemeester. Politiek is de kunst van het hoogst haalbare. Politiek is de kunst van verbinden op het hoogst haalbare resultaat. Verbinden is daarmee een keuze. Een keuze in het belang van Almelo. Een keuze in het belang van ons allemaal, zoals we hier staan. Dames en heren, de Almeloze politiek was kartrekker in het zogenaamde rechtbankdossier. In no time hebben onze raadsleden, nu 15 fracties, toen waren het nog wat minder, het op basis van een gezamenlijk doel voor elkaar gekregen
om 90 individuele fracties, Twentse fracties, te laten sjouwen voor die gezamenlijke rechtbank. Samen de schouders eronder. Eén verhaal, één belang, één doel. Als vlaggedragers en vaandeldragers. Hoe mooi is dat beeld? Ik wens ons, en u zult dat een vreemde wens vinden, maar ik wens ons nog vele rechtbankdossiertjes toe. Want hoe mooi verbinden die, hoeveel energie komt er wel niet vrij door zo'n actie. En dames en heren, wat regionaal kan, kan ook lokaal. Ik ben daar van overtuigd. Dames en heren, ook al gedragen we ons vaak als individualisten, uiteindelijk willen we bij elkaar zijn. Want we zijn allemaal mensen. Of je nu vluchteling bent of burgemeester. We hebben elkaar nodig. En Herman Finkers zou daaraan toevoegen: in al onze kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid. Het is niet meer dan menselijk om solidair te zijn met anderen. Internationaal, regionaal en lokaal. Een succesvolle, maar vooral zorgzame samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dames en heren, jongens en meisjes, het is goed om hier samen te zijn. Het is goed om op de overgang naar het nieuwe jaar elkaars hoop te delen en met elkaar te proosten. Ik wens u allen en ons Almelo vooral een heel goed en gelukkig 2016. Dank u wel.